Speciaal voor Jacob hebben wij een programma bedacht. En dat programma heet Laat mij alstublieft uitpraten. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan jou een kwartier lang de ruimte geven om te zeggen wat je uiteindelijk wil zeggen. Vervolgens laten we onze kijkers op onze site ernaar kijken. We verzamelen hun reacties en dan kom ik terug bij jou en dan mag jij reageren op hun reacties. Dus Jacob, je hebt een kwartier de tijd om mij te vertellen, wat is er nou tussen jou en Curaçao? Nou, om te beginnen, het begint met jou, wij. Hè? Wij hebben bedacht iets nieuws voor je. Wij van Notitia 360. Of is het wij van Koninklijke Wij? Ja? Wij van Notitia 360. Ja. Dat zeg je dus nu, want je bent er bijna aan ontsnapt. Maar ik denk eventjes terug aan, de, aan dat Koninklijke Wij. Ik was eventjes in Nederland en heb natuurlijk dat, dat spektakel bekeken van die kroning. Nou, eerst moet ik zeggen, ik ben republikein. Dus ik heb geen enkele sympathie met het instituut van het koning, van als koning als staatshoofd. Onzinnige zaak, als je het mij vraagt. Maar laat mijn mening nou maar eventjes achter. Wat mij het vooral opviel was het kleed- en verkleedstuk. Het was een beetje een ritueel, alsof het uit de vorige eeuw kwam. Ik dacht dus, hier is een staatshoofd en die vertegenwoordigt Nederland. En die wil natuurlijk het leukste en het aardigste van het Koninkrijk der Nederlanden laten zien. Hè? Dus hij komt in de laatste, mooiste, nieuwste Nederlandse auto aanrijden. En dan laat hij de nieuwste Nederlandse technologie zien. Maar nee, het ging allemaal in een verkleedpartij van 200 jaar geleden. Ons staatshoofd, met alles wat er omheen hangt, is 200 jaar, loopt 200 jaar achter. En ik vind dat zo schokkend eigenlijk. Als je daar eventjes over nadenkt, want het als ik neem het natuurlijk als symbool. Staatshoofd is een symbool. Maar onze hele staatsinrichting loopt ook 200 jaar achter. En daarmee bedoel ik dus ook de eilanden van het Koninkrijk. De idiotie die wij hebben meegemaakt de laatste jaren met 10-10-10, met Sint Maarten en met Curaçao, dat breekt ons nu verschrikkelijk op. We hebben nu, zijn nu 2 jaar, 3 jaar verder bijna. En aan alle kanten zien we dat we het niet konden bolwerken. Het lukt niet. Het lukt niet. Het idee was leuk. En geestelijk zijn we er rijp voor. Maar financieel kunnen we het niet ophikken. Ophoesten heet het grap. Ophoesten. We kunnen het financieel dood gewoon niet ophoesten. En nou, ophoesten betekent we kunnen het niet bekostigen. We kunnen het niet betalen. En door de simpele reden. Kijk, Schiphol is een luchthaven voor 16 miljoen mensen. En wij hebben niet alleen ons Schiphol, maar we hebben Hato, een Schiphol of een vlieghaven. En op alle eilanden een vlieghaven. En dat is dan maar voor 150.000 mensen hier, 80.000 mensen in Aruba, 12.000 mensen op Bonaire geloof ik. Dat is te duur. Onze instellingen, ik heb maar even het voorbeeld van een luchthaven genoemd, is veel te duur voor die kleine bevolking. Ons openbaar ministerie, waar we nu weer mee geconfronteerd zijn, kan alleen maar een gebouw zijn met een bord erop, want we hebben geen geld voor het personeel wat erachter moet zitten. We willen het wel graag, we zijn er wel heel trots op. En die 30 rechercheurs die er werken, of 40 of weet ik veel wat, die zijn ook wel heel trots en aardig. Maar het is onvoldoende om te doen wat we moeten doen om die georganiseerde samenleving te hebben. We kunnen niet een National Flag Carrier Airlines hebben. Daarom ging ALM ook failliet. Het was te duur. We kunnen niet een nationaal televisiestation hebben met alles wat erop en eraan zit. Het is te duur. We kunnen niet een nationale universiteit hebben. Het is te duur. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is gewoon te duur. En we moeten proberen een economy of scale te vinden. Economy of scale, een massa te vinden waar die allemaal kunnen bijdragen aan die instituten die we hebben en die daarom goedkoper maken. Dus als we willen dat onze autonomie succesvoller wordt dan die nu is, moeten we dat accent van die economie verschuiven, zodat die kosten gedragen worden door veel meer mensen. En dat is op het ogenblik de grote ellende. Die
ellende die we hebben gezien in die roes van die autonomie van 2 jaar geleden, is dat we alles zelf willen doen. En nogmaals, daar is de economische basis veel te klein voor. Dat lukt niet. En in plaats van dat we ons open hebben gesteld voor de rest van de samenleving en de rest van de economie, voor deelneming aan die samenleving, hebben we de boel afgesloten. We hebben een 80-20 wet gemaakt en dat allemaal nog meer. We hebben de boel afgesloten. En het gevolg is, de investeringen, de buitenlandse investeringen zijn helemaal teruggelopen. Dramatisch teruggelopen tot bijna niks. Men komt niet meer investeren. Het vastgoed ligt helemaal stil. De hotelindustrie is plotseling een discountindustrie geworden. Dus alle zaken die zo voorspoedig gingen, zijn weg. Onze raffinaderij, ach, dat moeten we ook maar sluiten. En zo is het een heel treurige aflopende zaak geworden. En als we daar nou kentering in brengen, dan hebben we weer kans dat we een stukje vooruit kunnen. En die kentering is heel moeilijk. Praat en filosofeert iedereen over. En ik heb er ook geen oplossing voor, maar als ik terugkijk de laatste 15 jaar, de grote verandering is gekomen door de migratie. Je hebt een heleboel mensen gezien die vanuit Curaçao en vanuit de eilanden naar Nederland zijn gegaan. Ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk toch wel gauw 30.000, 40.000 mensen. Alles met elkaar over al die jaren. Maar je hebt ook gezien dat er 30.000, 40.000 mensen zijn binnengekomen. Van de andere eilanden, van de andere landen als Venezuela, Colombia enzovoort enzovoort. Dus die in en uit, migratie in, migratie uit, dat kan een grote oplossing zijn voor onze eilandeconomie. We weten uit andere landen, een typisch voorbeeld is de Verenigde Staten, is een smeltpot van mensen overal vandaan. Immigranten komen met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Komen vaak heel erg gemotiveerd, want ze laten hun vaderland, hun moederland achter. En daar moet je veel durf voor hebben en veel intelligentie voor hebben. Dus deze mensen lopen daarom vaak een beetje vooruit op de rest van de gemiddelde van de bevolking. We zien het hier typisch op Curaçao. De minimarkets, de Chinese minimarkets, voor zover dat Chinese immigranten zijn, winkels zijn dag en nacht open. De hele familie werkt, ze zijn allemaal, de kinderen van school zijn meteen met de winkel betrokken. Dat zijn dingen die wij niet meer doen. En met wij bedoel je de lokale... De lokale, de unicorsaal, we zijn te verwend geworden, we doen het niet meer, we hebben er geen zin meer in. Maar we zien ze dat ze harder werken, ze zijn een beetje jaloers eigenlijk, een beetje afgunstig. Maar ze doen het wel, ze werken er heel hard voor. Nou, in plaats van dat we zien dat als een nadeel van concurrentie, laten we het zien als een voordeel die ons een stuk naar voren kan trekken, die ons mee kan trekken. Laten we de melting pot worden van de Caribbean, zoals typisch een stad als New York is geworden. De melting pot van mensen overal vandaan, van allerlei ras, van allerlei cultuur, van allerlei geloof, van allerlei alles en alles. En dat 1 en 1 wordt dan 3. Dat kan onze grote sterkte en onze grote kracht worden. Wat kan je mij vertellen over jouw haat-liefde verhouding met Curaçao? Nou, ik heb geen haat en ik heb geen liefde. Maar dat zijn al twee emotionele uitdrukkingen. Ik zou graag verandering willen zien. En een verandering in de vorm van een stuk vooruitgang. Vooral van welzijn en welvaart. Mensen moeten een plezierige leven kunnen leiden. En ze moeten meer geld hebben om te besteden. En dat ligt zo makkelijk voor het grijpen. Dat ligt daar. En waarom pakken we het niet? Waarom doen we het niet? Het heeft mij altijd verbaasd dat bijna op een presenteerblaadje worden de kansen aangereikt en men verzet zich er tegen. Een typisch voorbeeld is, het onderwijs op Curaçao is nagenoeg gratis. Het is heel goedkoop. En de mensen die het hardste nodig hebben, die verzetten zich het meeste tegen onderwijs. Ik heb heel veel ontwikkelingsprojecten gedaan in Azië en in Afrika. En als je dan een school bouwde, dan had je de kinderen en de ouders die stonden een week van tevoren, voordat de school openging, in de rij voor de school. Kampeerden in de rij om een plaatsje te krijgen op de school. En hier, kinderen van 14, kan ik met geen stok naar school krijgen. Ze spijbelen allemaal, ze willen niet, ze willen absoluut niet. Dus juist die kinderen die het hardste nodig hebben, die zijn het minst bereid.
En dat is een bizarre tegenstrijdigheid. En als we dat niet veranderen, dan krijgen we een drop-out generatie die niet meer te redden is. En dat is een beetje wat op het ogenblik gebeurt. En dat is vaak mijn frustratie, mijn ergernis. Jongens, doe nou, verander dat nou. Lieve ouders, moeders, vaders, zorg nou dat die kinderen naar school gaan. Alleen jij als ouder kunt daarvoor zorgen. Kinderen zijn heel erg beïnvloedbaar. En als de ouders zeggen dat het moet en dat kind motiveren, dan gaat dat kind uiteindelijk al. Is het niet een beetje masochistisch dat je ergert je aan zoveel dingen hier, maar je laat het niet los. Je blijft hier, je blijft investeren, je blijft hier naartoe komen, je blijft jezelf pijn doen, je blijft jezelf ergeren. Wat is dat? Nou, je moet dingen niet doen in een gebied waar ze niet nodig zijn. Daar begint het altijd al mee. Het is onzinnig om te werken in een gebied waar geen enkele vraag is. Nou, hier is in ieder geval een enorme vraag. Wat mij ergert, wat mij pijn geeft, wat mij frustratie geeft, is die systematische onredelijke tegenwerking. En ik zou willen dat ik daar mijn vinger op zou kunnen leggen en dat zou kunnen bijsturen. Maar dat is niet zo eenvoudig. Het is gewoon wantrouwen. Wat je ook doet, er blijft die achterdocht, er blijft die wantrouwen. Maar toch, als ik nu vergelijk met 15 jaar geleden, is er een hoop veranderd en een hoop veranderd ten goede. Het eiland is een enorme ontwikkeling doorgemaakt in toerisme. We zijn van nog geen 2000 toeristenkamers naar ruim 5000 gegaan. Dat is een enorme groei. We hadden met die 2000 toeristenkamers nog geen 1500 mensen die in de toeristenindustrie werkten. Nu zijn er ruim 7500. Dus zeg niet dat er niks veranderd is, alsjeblieft niet. Het is misschien niet zo snel gegaan als het had kunnen gaan, maar het gaat wel. En dat zie je ook hier in de binnenstad. De hele binnenstad is opgeknapt. Er is nog wel iets wat nog meer opgeknapt moet worden, maar er is een enorm stuk prestatie geleverd. En daar hebben we eigenlijk allemaal aan meegewerkt. Het monumentenfonds, monumentenzorg, weet ik veel hoe het allemaal heet. UNESCO, architecten, bouwvakkers. Soms huisje bij huisje, soms hele stukken. Maar het is toch dan maar uiteindelijk gelukt. Ook met veel strijd en strubbelingen. We komen er wel, maar het zal wat sneller kunnen. Heeft Curaçao jou uitgekotst? Dat wordt wel eens gezegd en er zijn wel eens mensen die dat gezegd hebben. Maar dat merk ik over het algemeen niet. Ik merk over het algemeen en vooral ook door de sociale media, die natuurlijk nu communicatie veel makkelijker maken, dat er ook een hele grote, hele trouwe en hartelijke groep is. Die weliswaar stilzwijgend vaak heel veel steun hebben gegeven. En dat doet me goed. Dat geeft een warm gevoel. En daarom heb ik altijd als ik terugkom weer een beetje dat gevoel van thuiskomen. Er is dat stuk hartelijkheid. Aan wie wil je de groeten niet doen? In het algemeen wil ik iedereen van harte de groeten doen, want ik heb tegen niemand iets. Ik heb wel iets tegen wat ze zeggen en wat ze doen en wat ze niet doen. Maar alle mensen zijn mij hartelijk en lief. Nogmaals, we zijn het niet altijd eens over hoe we in het leven staan en hoe we in het leven ons uiten. Wij gaan dit filmpje nu uploaden. We laten het 24 uur staan. Mensen kunnen reageren. Morgen kom ik terug bij jou. Goed zo, goed zo. Ik ben reuze benieuwd. Wat zijn die cameraatjes leuk? Cheers.